Als kind, ik kom uit een zeilersfamilie, heel fanatieke zeilersfamilie. Dus ik ben vroeger als kind heb ik al op het water gezeten. Eigenlijk heel mijn leven. En ik ben eigenlijk opgegroeid in havens. Ik ben overal geweest met zeilen. En vroeger dacht ik al van, god, dat lijkt me heerlijk. Buitenbaan, lekker een beetje buffelen in de haven. Ik heb dat ooit in mijn kop gehad en toen ben ik daar achteraan gegaan en toen ben ik opeens havenmeester geworden. Ik ga eerst eens kijken in de haven op de fiets of alles netjes is, schoon is. Sanitair controleren. Soms komen passanten naar je toe van ik wil even iets vragen. Dus kijk of de haven netjes is. Contact met de brugwachter die er vandaag is. Doet de brug het. Gisteren deed hij het eventjes niet. Dus dan controleren we even als mensen eruit willen. Van tevoren doen we een proefdraaitje. Meestal is er wel iets dat de mensen bellen van oh jee, nou is bijvoorbeeld de maaiboter. Moet even in de gaten houden, die doet eventjes al het groen onder het onderhoud onder water eventjes maaien. Verder laten wij de passanten binnen. Die mogen hier een mooi plekje uitzoeken. Heusden was een verenigingshaven, dus die doen alles zelf in eigen beheer. Wat hier door een aannemer gebeurt, dat gebeurde daar zelf. Dus daar ging ik zelf stijgers bouwen en frames lassen. Hier is het een openbaar gebied en heb je te maken met de gemeentecontracten. Dus aannemers, uitvoerders, groenjongens, diamant. Heel veel partijen eigenlijk. Dus ja, dit is een heel andere discipline. Dit is een openbaar gebied en een verenigingshaven is een afgesloten gebied. En dan heb je heel veel contact met de leden. En hier zijn het voorbijgaande passanten allemaal.